Slaap je al? Of ben je nog wakker? Nou, dan ben je niet de enige. We kennen het allemaal wel. Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nacht. En wat doe je dan? Deze erbij pakken. Herken jij jezelf hierin? Nu? Wegleggen dan dat ding. Stap 1. Want as we speak knalt dat felle blauwe licht van je LCD-scherm via jouw ogen rechtstreeks je brein in. Naar de suprachiasmatische nucleus, waar 20.000 hersencellen jouw biologische klok zitten te reguleren. En dat houdt je langer wakker. Dus kom op, ogen dicht. Ik maak me verhaal morgen wel af. Zo. Goedemorgen. Nou ja, nu we toch wakker zijn. Dit is ons slaapprobleem. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. I can't get no sleep. Nou, niet meteen van wakker liggen, want oplossingen zijn er ook. Geen zorgen. Kom ik uitgebreid op terug. Maar wie een beetje oplet, ziet al dat slechte slaapnieuws voorbij sluimeren waar je bij ligt. Sowieso wel een populair onderwerp. Je hoort vaak dat 8 uur slaap essentieel is. Maar ik zal je uitleggen waarom dat niet per se klopt. Then I wake up at 7 a.m. to a blaring alarm. And then I start using my phone again. What's wrong with that? It turns out a lot. Sommigen van jullie vinden het zo moeilijk om een goede nachtrust te pakken dat jullie maar aan deze pillen gaan. Melatonine. Verslavingsartsen maken zich daar zorgen over. Je leest het. Vooral jongeren slapen steeds slechter. Slechte slaap heeft allerlei gevolgen voor de gezondheid. En hebben ook nog eens een slaappillenprobleem. En je hoort het. Ik ben Bernadette en ik slaap al 3 jaar bijna niet. Het is nu 3 uur 's nachts. 4:30 's nachts. 5:30. Ik kan echt gewoon janken. Zij besloot er zelfs een hele podcast aan te wijden. Zo meer van haar. Over het algemeen slapen we dus steeds slechter. Had in 2017 nog 1 op de 5 Nederlanders moeite om in slaap te komen. Nu is dat meer dan een kwart. Vrouwen vaker dan mannen. What the fuck? En wat betreft leeftijd, de werkende 50-plusser slaapt het slechtst. Maar de groep bij wie de slapeloosheid het hardst toeneemt? Jongeren. Ik kom slaaptekort. Komt dus onder meer door deze. En we piekeren ons ook massaal suf. Over school, over studie, over werk, over sociale contacten, over wat er gebeurt in de wereld, over de toekomst. Stress. Af en toe een gebroken nacht, dat is balen. Maar wist je dat voor maar liefst 1 op de 10 Nederlanders dit de norm is? Ik heb het over de slapelozen. Zij die lijden aan chronische insomnie. Ik gok dat Bernadette nog wakker is. Ja, het is 3 uur 's middags. Ik weet niet wat jij doet. Dat gaat mijn act. Has maar vertel, 3 jaar lang praktisch niet geslapen. Hoe dan? Ja, het begon met wakker liggen door werkstress, waardoor ik eigenlijk nog maar 1 of 2 uur per nacht sliep. Zelfs toen de werkstress weg was, was ik zo bang geworden door het slechte slapen dat ik daar dus ook weer niet van sliep. En ik voelde me overdag zo'n zombie dat ik echt helemaal gek werd. Slaap je inmiddels wel beter? Ja, gelukkig gaat het inmiddels wel ietsje beter. Wil ik zo meer over weten. We gaan eerst eventjes helemaal terug naar de basis. Maar echt, de basis. Want wat is slapen nou eigenlijk precies? Nee, slaap is niet een of andere soort menselijke variant van een simpel kabeltje om die lege accu weer op te laden. Er gebeurt juist gruwelijk veel in je slaap. Er vinden allerlei processen plaats. Niet alleen in je brein, maar in je hele lichaam. En ook achter je oogleden gebeurt er van alles. Let op, er zijn 4 verschillende slaapfases. Het begint allemaal met de sluimerfase. Dat vage moment tussen wakker zijn en slapen in. Je ogen vallen dicht, ze bewegen minder, je hersenactiviteit neemt af. Hier heb je nog wel eens zo'n spierstuip, een schok. Maar binnen een paar minuten zak je weg. Naar fase 2, de lichte slaap. Je bent buiten bewustzijn, maar nog wel aan de oppervlakte. Als het ware stand-by. Een onverwacht geluid
kan je zo weer terughalen in de waakstand. Zo niet, hang je hier zo'n 20 minuten rond en beland je in fase 3. De diepe slaap. Je ademt langzamer. Je hartslag gaat omlaag. Je brein gaat in een soort vliegtuigstand. Je bent niet zomaar meer wakker te krijgen. Je spieren verslappen, maar intussen gaat jouw lichaam wel hard aan de slag met allerlei fysieke herstelwerkzaamheden. Want tijdens de diepe slaap komt veel groeihormoon vrij en dat helpt met bijvoorbeeld spierherstel, botherstel en wondgenezing. Ook deze fase duurt ongeveer 20 minuten, voordat je terechtkomt in fase 4. De remslaap staat voor Rapid Eye Movement. Welkom in de droomfase. Je ogen schieten heen en weer en je ademhaling en je hartslag gaan op en neer. Je spieren verlammen, maar je brein gaat aan in dromenland. Dat kan heel leuk zijn, maar ook doodeng. Hebben dromen betekenis? Geen idee, mij niet vragen. Bewijs het maar. Wel zeker is dat ze een functie hebben, want tijdens je remslaap werk je aan je emotionele herstel. Tijd om je geheugen van die dag op te ruimen en te archiveren. Soms in een paar minuten, soms wel drie kwartier. Fascinerend aan deze fase is dat jouw brein bijna net zo actief is als overdag. Dus op het moment dat je wakker bent. Wakker bent. Wakker bent. Wakker bent. En na die remslaap ontwaak je vaak zelfs even. Maar daarna leg je dat hele circus weer opnieuw. In een goede nacht doorloop je die slaapcyclus van pak een beet anderhalf uur wel een keer of 4 à 5. In een, als het goed is, strakke choreografie. Hier zie je dat mooi uitgemeten in een zogeheten hypnogram. Met vaak dus ook wakkere momentjes tussendoor. En na de allerlaatste remslaap... ben je echt klaar om wakker te worden. Even kijken of ik ook een beetje goed geslapen heb hoor. Want zo'n hypnogram komt jou misschien wel bekend voor. Als je met je smartwatch en je smartphone je eigen slaap meet. Maar, sorry, het ziet er misschien allemaal heel gelikt uit en die apparaatjes meten echt wel wat, zoals je hartslag of je ademhaling, maar niet je hersenactiviteit. En dat bepaalt toch echt of jij wel of niet goed geslapen hebt. Voor een echt betrouwbare hypnogram zou je toch echt aan de sensoren moeten die wel jouw hersenactiviteit kunnen meten. En voor het aflezen van zo'n hypnogram heb je een somnoloog, een slaapwetenschapper nodig. Zelfs voor hen is het heel moeilijk interpreteren. Al is het maar omdat elk individu ook weer andere slaapbehoeften heeft. Kom ik zo in de volgende fase op terug. Die diepe slaap en die remslaap zijn dus super belangrijk voor je fysieke en je mentale herstel. Roept de vraag op, wat doet te weinig slaap met je? Dat vroeg ik aan dokter, somnoloog en slaaptherapeut Ingrid. Hoi, ik ben Ingrid Verbeek, slaaptherapeut op het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhagen in Hezen. Wat merken we op de korte termijn van te weinig slaap? De korte termijn leidt een gebrek aan slaap aan wat moe of energieloos of een beetje chagrijnig of labiel of minder goed je aandacht erbij kunnen houden. En de lange termijn? De lange termijn gevolgen van slecht slapen die gaan heel ver. Want je hebt echt meer kans op het krijgen van angst of stemmingsproblemen. Mensen die langdurig slecht slapen, die staan de hele tijd aan. Hè. Die weten eigenlijk niet meer goed hoe te ontspannen en raken daardoor steeds verder verstrikt in de vicieuze cirkel van slecht slapen. Als je echt gemeten minder dan 5 uur slaapt op een nacht, dan is er echt een toenemende kans op hart- en vaatziektes, slechter werkend immuunsysteem en problemen met de hersenfuncties. Over die lange termijn gesproken. Bernadette, toen jij voor de zoveelste keer rechtop in je bed zat, wat heb je toen gedaan? Ja, uiteindelijk ben ik naar de huisarts gegaan en eigenlijk het eerste wat ik kreeg voorgeschreven was slaapmedicatie, Temazepam. En hielp het een beetje? Voor heel even wel, maar al heel erg snel werd ik er heel afhankelijk van. Door die slaapmedicatie kon ik eindelijk wel slapen. Maar het was meer dat mijn lijf ging slapen. Maar de volgende dag voelde ik me echt nog steeds alsof ik een soort gebroken nacht had gehad. Dus hoewel ik fysiek kon slapen, was het mentaal nog echt heel slecht door die slapeloosheid. Nee, dus pillen, niet de oplossing? Nee, op lange termijn niet. Ja, even over die pillen nog, want Bernadette is zeker niet alleen. Zij was een van de ruim 1,3 miljoen Nederlanders die regelmatig aan de benzo's of de pammetjes zitten. In oktober sloegen artsen zelfs nog alarm over de wildgroei aan slaapmiddelen. Want die geven niet de kwaliteit slaap waar je op hoopt. En in veel gevallen maken ze het probleem zelfs alleen maar erger. Is dus niet de oplossing.
Om iets dichter bij die oplossing te komen, pakken we eerst onze biologische klok er even bij. Ons slaap-waakritme. En dan moeten we het hebben over licht. En donker. Die suprachiasmatische nucleus waar ik het in het begin over had, reageert direct als het donker wordt. In een serie van ingewikkelde chemische reacties in het brein krijgt je epifyse, je pijnappelklier, de boodschap om het slaaphormoon melatonine aan te maken. En een stijgende melatoninespiegel in je bloed zorgt weer voor een lagere bloeddruk, een dalende lichaamstemperatuur, een aantal organen gaat alvast in slaapstand. Kortom, terwijl jij nog wakker bent, bereiden jouw brein en jouw lichaam zich vast voor op je slaap. Maar niet... als er steeds licht in je ogen blijft schijnen. En dus ook dat van dat schermpje. Dit hier, gewoon dit. Van hier tot hier. Al dat licht komt zo wst, jouw ogen in. En dan bombardeer ik je ook nog eens met allemaal informatie en allerlei visuele prikkels. En leg nou weg. Ik heb je gewaarschuwd. Dat geldt voor iedereen. Maar goed, iedere slaper is uniek en heeft zijn of haar eigen slaap-waakritme. Dat noemen we jouw chronotype. Je kent het concept ochtend- en avondmens. Dat is dus echt een ding. En het is een spectrum. Je hebt extreme ochtendmensen en extreme avondmensen, maar de meeste mensen zullen er ergens tussenin zitten. En jij? Ochtend of meer? Avondmens. Een Amerikaanse psycholoog besloot die chronotype om te verdelen in 4 categorieën en ze te labelen als dier. Een beer, een leeuw, een wolf en een dolfijn. Ben jij een beer? Geluksvogel, jij slaapt als de beste. Gaat de zon onder, dommel jij in. En komt hij weer op, dan ontwaak je. Gefeliciteerd. Oh man, this is really living. Of ben je meer een leeuw? Dat zijn de echte ochtendmensen. Je staat vroeg op, bent meteen lekker productief en 's avonds zoek jij braaf op tijd je mandje op. Chapeau. Daartegenover staat de wolf, de echte avondmensen. Vroeg opstaan in de ochtend? Liever niet. En het in slaap vallen stel je het liefst zo lang mogelijk uit. Dat is erg leuk in het weekend. Iets minder door de weeks. What? Ben jij één van deze 3 vrienden? Alvast 1 gouden slaaptip. Probeer zoveel mogelijk jouw chronotype te volgen. Dus jouw natuurlijke slaap-waakritme. En ik weet het, is moeilijk. Zeker voor de wolven onder ons. Want die doordeweekse wekker is jouw grootste vijand voor een complete nachtrust. Een sociale jetlag heet dat. Wat dat betreft zijn nachtdiensten ook niet bepaald bevorderlijk. En je kan ook door andere omstandigheden even tijdelijk uit je slaap-waakritme worden gehaald. En tot slot heb je ook nog de dolfijn. Dat is de lichte slaper. Of eigenlijk meer de slechte slaper. Je komt maar niet fatsoenlijk in slaap. En als het al lukt, ontwaak je ook heel makkelijk. Technisch gezien is de dolfijn geen chronotype, want het zegt eigenlijk niks over je biologische klok. Maar toch leuk, die dieren. Over die dolfijnen gesproken. Hey, de pillen hielpen niet. Wat heb je toen gedaan? In slaaptherapie gaan. Dat is eigenlijk therapie waarbij je dus opnieuw leert slapen. Je krijgt oefeningen, je moet een slaapdagboek bijhouden. Je gaat experimenteren met vaste bedtijden, zodat je je ritme snel herstelt. En dat heeft voor mij zo'n groot verschil gemaakt, waardoor ik dus veel meer vertrouwen heb gekregen in mijn slaap. Hey, en los van de therapie, heb jij nog een gouden tip voor de mensen? Zeker, slaaploze podcast. Dus als jij nou even een linkje dropt, dan komt het goed. Doei! Bij deze dan. Schaamteloos geplucht. Welterusten. Als je echt last hebt van slapeloosheid, kan therapie dus helpen. Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid helpt om de vicieuze cirkel te doorbreken. Dus je gaat allereerst je eigen slaapbeleving in kaart brengen. Dus opschrijven, hoe laat ging ik naar bed, hoe laat uit bed. Als tweede krijg je heel veel informatie over slaap. Heel veel mensen denken, ik moet 8 uur slapen. Maar dat is niet zo. Bij slaap gaat het veel meer om de kwaliteit. En dat jij weet, wat is jouw slaapbehoefte? Hoeveel slaap heb jij nodig? We gaan ook aan de slag met letterlijk opnieuw leren slapen. Door tijdelijk korter op bed te liggen of op te staan als je niet kan slapen. Want slaap is ook gedrag. Je kunt letterlijk opnieuw leren slapen. En tot slot, omgaan met piekeren. Piekeren, leren, buiten het bed houden. En de zorgen over slaap aanpakken. Goed. Dan nu gewoon even een paar tips van de slaapexperts voor iedereen. Beweeg overdag genoeg. Stop 1 uur voor het slapen gaan met al je activiteiten. Bouw een slaapritme op met vaste tijden. Draai je wekker om. Steeds naar de tijd kijken geeft alleen maar onrust.
blijf niet langer dan 8 uur in je bed liggen. Na 6 geen nicotine of cafeïne meer. Oh, en alcohol als slaapmutsje voor een goede slaap? Slecht idee. Voor de piekeraars onder ons, probeer eens een momentje in te lassen om overdag te piekeren. Klinkt gek, maar echt, het haalt wellicht de druk van de ketel, 's avonds laat. En ook mediteren kan je leren. En, oh ja, had ik al gezegd dat je dat scherm weg moet doen. Ja, jij. Ga slapen, joh. Oké, ik ben wel heel streng. Als een serie of een explainer kijken voor jou echt helpt om in slaap te vallen, wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Maar zet dan wel op zijn minst dat scherm minder fel of helemaal op nachtmodus. Dat scheelt al iets. Uiteindelijk is jouw slaapbehoefte dus heel persoonlijk. Dus ik kan hier generaliseren wat ik wil. Uiteindelijk moet je gewoon heel gericht te werk gaan en kijken wat jij nodig hebt. Al dan niet met professionele hulp. Conclusie, een goede slaap is dus superbelangrijk, maar we hebben er moeite mee. Ik bedoel, kijk nou naar jezelf. Ik heb je notabene meerdere keren gewaarschuwd en toch zit jij nog steeds naar het schermpje te turen. Nou ja, nu je er toch bent zo laat, druk dan op zijn minst even op die abonneerknop, want je zou wel eens de 500.000ste kunnen zijn. Ik wacht wel even. Een 500.000 subs. Eindelijk. Lijkt op de droom. Oh, nou ja. Abonneer dan maar gewoon. Maak me wakker als we op die 500.000 zitten. Draai ik me nog 1 keer om. Dream.